Thérèse Boer van de Librije. We zijn vandaag bij de opening van Nederlands Wijnmakerij in Bentelo. Kun je er iets over vertellen? Wat is dat voor organisatie? De eigenaren zijn Ilse en Roelof Jan Visser. Zij hebben al jaren een wijnbedrijf. Ik maak ook samen met hun mijn Kus van Thérèse. Dat doen we nu 3 jaar. En ja, wat zij gedaan hebben, is omdat ze eigenlijk heel veel aanvraag kregen van mensen die druiven hadden en de vraag of zij wilden wijn maken, hebben zij hier een wijnmakerij gebouwd. Ze hadden een heel kleintje achter het huis, echt een beetje in de achtertuin, zeg maar. Maar zij hebben nu een heel mooie fabriek neergezet met een ongelooflijk gaaf kelder en het is gewoon heel professioneel. En wat zij gaan doen is, zij willen echt als een soort van coöperatie gaan werken. Dus dat zij druiven krijgen van de verschillende boeren hier in Nederland, maar ook zelfs vanuit Duitsland. Ze hebben ook een Duitse oenoloog erbij, die geeft ook adviezen in mijn wijnmaken, zeg maar. En zij gaan gewoon echt allemaal van hieruit willen ze een heel veel grote productie wijn gaan maken. Hoe belangrijk is deze ontwikkeling? Ik denk zeker voor de Nederlandse wijnbouw dat het een enorme grote ontwikkeling is. Vroeger had Nederlands wijn natuurlijk best wel een beetje het imago van of te zoet of te zuur of het heeft geen karakter. Nou, ik denk dat sowieso, ook een beetje als je mijn wijn proeft, dat het Nederlands wijn echt heel mooi kan zijn. Maar dat komt ook omdat ze erachter zijn gekomen welke druiven er goed zijn op deze bodem en in dit klimaat. Er is natuurlijk een beetje jarenlang hebben ze daar wel een studie van moeten maken. Daar zijn ze nu echt achter en je merkt gewoon dat het kan. En ja, kijk, Roelof krijgt natuurlijk ook steeds meer ervaring in het wijnmaken. Hij durft te experimenteren, want dat is ook heel mooi. Want dat hebben wij samen ook een beetje gedaan met mijn wijn. Van nou, we proberen het gewoon, kijken hoe het zich ontwikkelt. En ja, dat is gewoon ook het hele mooie van het wijnmaken natuurlijk. Dat hoe een wijn uit dat vat komt en hoe het uit de cuve komt. Dat is fantastisch. Jullie samenwerking heeft geresulteerd in een eigen wijnlijn. Hoe is dat te verkopen? Hoe kun je dat vermarkten? Nou, we zijn natuurlijk begonnen met de wijn gewoon zelf te verkopen in de winkel. En ik serveer hem nu bij mij in het restaurant in ons wijnarrangement. Dus bij 1 gerecht. Nou, dat wordt ontzettend leuk ontvangen. En je merkt ook dat steeds meer mensen erover gaan praten. Ik krijg nu ook zelfs gasten bij ons in het restaurant die zeggen van, we willen wel jouw kus drinken. Weet je? Dus dat is gewoon enorm leuk. We gaan eigenlijk ook steeds meer, krijg ik aanvragen van winkels die gewoon mijn wijn ook willen gaan verkopen. Dus ja, je ziet dat het steeds meer gaat. En ja, eigenlijk heb ik maar 5000 flesjes natuurlijk. Dus het is helemaal niet veel. En ik schenk in de library ook al heel veel. Dus, maar het is net mooi om dat zo te doen. En zoals dit jaar is het natuurlijk wel een wat minder jaar. Dus die opbrengst zal ook wat minder zijn. Maar we zorgen wel dat die kwaliteit goed blijft. Verplaats ik me even in andere restaurants die dit ook zouden willen. Wat zou jij hen adviseren wanneer zij nu overwegen om ook een eigen wijnlijn te starten? Ja, het beste is dat je moet ook even kijken waar de collega woont natuurlijk. Maar als ze hier in de buurt wonen is het natuurlijk fantastisch om gewoon dan met Roelof van Ilse te gaan praten. En gewoon kijken waar je gewoon goede druiven kan krijgen. Maar het belangrijkste is wel dat je inderdaad de goede druiven hebt die hier het goed doen. Dus daar moet je, maar dat weet Roelof natuurlijk ook wel. En dat weten de meeste wijnmakers hier in Nederland ook wel, hoe ze dat kunnen doen. Dus het is gewoon even veel informatie vragen. Zorg dat je weet wat je wil. Maar wat ook belangrijk is, dat heb ik ook. Ik heb heel erg wijn gemaakt naar de smaak van de gast. Omdat Nederlands wijn vroeger vaak of te zuur of te zoet was. Maar wij hebben echt geprobeerd gastronomische wijnen te maken. En ja, dat is gewoon gelukt. Dus je mag best een beetje 2 druiven mengen om het zo dat je meer balans krijgt in je wijnen. Maar dat is wat mensen toch willen. Het belangrijkste is dat mensen het lekker vinden. En ja, daar gaat het om. Wat is jouw invloed bij het hele wijnproces van begin tot eindproduct? Op welke momenten stap jij in om jouw wijn te bepalen? Nou, dat is meestal als ze net geplukt zijn. Dan kom ik hier en dan gaan we gewoon de druifjes even proeven. Hoe ze zijn en hoeveel suiker ze bevatten en dergelijke. Dus dan heb je al een beetje indicaties van gewoon hoe lang ze misschien op het vat moeten blijven liggen. Of hoe lang ze in die cuve moeten zitten. En dan ga ik vervolgens meestal 1 keer in de 2-3 maanden gaan we proeven. Of ik kom hier, of Roelof en Ilse komen even bij mij, of Gert-Jan en Diana. En dan gaan we doorproeven. En dan is het wel gewoon, hoe vind je hem? Hoe zit de verhouding zuur en zoet tegenover elkaar? Zoals we hebben bijvoorbeeld nu de Solaristruif, die hebben wij nu, heb ik het vorig jaar ook al gedaan, laten we een half jaar op hout rusten. Deze is nu net weer op vat gegaan. Er staan nu net 2 vaatjes hier in de wijnmakerij. En die gaan we dan ook na een aantal maanden proeven om te kijken van, is die al mooi in balans? Moet hem nog langer op hout laten liggen? En dat is natuurlijk heel erg mooi, dat je iedere keer die stukjes proeft om te kijken hoe zo'n wijn zich dan ontwikkelt en hoe die gaat smaken. Dus je moet sowieso kennis hebben en je moet er tijd in steken om continu bij het proces er heel kort bovenop zitten. Dat is absoluut waar. Je moet, maar ja, het is zo leuk om te doen. Dus dat is gewoon prima. En, weet je, en als dan eenmaal het proces klaar is, zeg maar, het gistingsproces, dan kom ik hier weer naartoe en dan gaan we alle wijnen puur proeven. Dus zeg maar 100% cabernet blanc. Maar ik doe, zoals we de laatste 2 jaar gedaan, heb ik bijvoorbeeld een heel klein beetje solaris mee ingedaan. Om net even die hele zuurgaten af te halen. En dan ga je proeven. Wordt het 5%, wordt het 7%, wordt het 10%. Dan maken we een soort monsters. En dan zijn we de hele tijd aan het proeven. Net zolang dat wij vinden van nu is die mooi en nu is die goed. Hoe moeilijk is het om kritisch te zijn op je eigen wijn? Ik bedoel, op het moment dat jij een wijn van een leverancier krijgt in de keuken en je vindt hem niet goed, dan gaat hij meteen eruit. Ja. Maar nu is het je eigen wijn. Ja. Die moet je ook wel eens afkeuren. Tuurlijk, dat is ook zo. En ik durf ook echt te zeggen dat het 2e jaar de wijn zeker nog beter was als het 1e jaar. Maar we hebben ook met elkaar afgesproken, met Roelof Jan en met Gert-Jan, dat als de wijn niet is zoals ik hem wil, dat we hem niet als Kus van Thérèse gaan schenken, maar dat we hem misschien gewoon lekker als tafelwijn gaan schenken. Zo, weet je, dus dat hadden we al vanaf het begin af aan afgesproken. En dat hebben we bijvoorbeeld nu dit jaar ook weer, omdat dit jaar het klimaat veel minder is geweest. We hebben sowieso veel minder opbrengst. We hebben heel erg moeten terugsnoeien. Dus dat betekent dat de kwaliteit nog wel goed zal zijn. Maar ik denk niet zo goed als vorig jaar. En daar hebben we ook gezegd, we gaan voordat we hem bottelen, proeven. Kijken hoe het is. Voldoet het aan de kwaliteit waarvan ik vind dat een Kus van Thérèse aan moet voldoen. En daar hebben we hele goede afspraken over. Dus hij komt niet in de fles als hij in mijn ogen niet goed genoeg is. Is het voor een horeca-ondernemer, voor een restauranthouder, een risicovolle onderneming? Ja, dat is het zeker. Want het ik kost natuurlijk 5000 flessen. Hebben we dan vorig jaar kunnen maken. Ja, je moet toch gauw denken aan een kleine. Nou, mij heeft het toch zeker een 75.000 euro gekost. Dus ja, dat moet je wel. Kijk, je gaat het wel verkopen. Ja, je moet maar wel hopen dat je het gaat verkopen natuurlijk. En dat het aanslaat bij de gasten. Want anders blijf je wel met die partij zitten. Dus het is zeker een risico om het te doen. Maar nogmaals, als het kwaliteit is en je staat er zelf achter, dan kan je dat overbrengen aan je gasten. En dan loopt dat. Dat is echt leuk. Moet je ook extra marketinginspanningen doen om de wijn aan de man te brengen? Ja, weet je, dat geluk hebben wij natuurlijk wel een beetje, dat voor ons niet altijd nodig is. Maar op het moment dat je hem in je restaurant serveert, wat gelukkig elke dag vol zit, waar ook gasten uit het hele land komen. Als je ons winkeltje binnenkomt, dan staat daar echt een hele mooie selectie van de Kus van Thérèse. Dus weet je, het krijgt van zichzelf ook al PR met zich mee. Wat ik wel heb gedaan is, ik heb het allereerste jaar, dus 1,5 jaar geleden, heb ik een perslunch georganiseerd. Daar had ik alle wijnpers uitgenodigd. En toen is er ook heel positief geschreven. Dat was echt fantastisch. Want toen was ik echt zenuwachtig. Ik ben niet zo vaak meer zenuwachtig, maar toen was ik echt zenuwachtig. Want toen zat echt iedereen er. En, en iedereen had echt zoiets van, nou, Nederlandse wijn, weet je, die hadden ook datzelfde. Nou, toen hebben we een paar hele mooie recensies gekregen en dat vond ik wel fantastisch. En ik heb laatst heeft Jancis Robinson, de Amerikaanse wijnschrijfster, beroemd, die heeft ook mijn wijnen geproefd. En die heeft er ook heel positief op gereageerd. Die was echt verbaasd van de kwaliteit, niet alleen van mijn wijn, maar sowieso in het algemeen van de Nederlandse wijnbouw. En, dus dat zijn wel mooie opstekers die je dan krijgt. Je gaf net aan dat je een beetje nerveus was toen bij de lancering van de eerste wijn. Kijken we nu even naar deze zomer. Het klimaat is niet al te geweldig. Ben je een beetje nerveus over de oogst die straks uit de wijngaarden gehaald moet worden? Ja, de oogst zal anders zijn. Maar wat ik net aangaf, we hebben al gelijk in het begin al heel erg teruggesnoeid. Dus de druiven die dan aan de trossen hangen, die kunnen dan de maximale vitamines en mineralen uit die stokken en uit die grond halen. En ik moet zeggen, het najaar is goed. En dat is een geluk. Ik bedoel, het probleem is, we hebben natuurlijk die enorme droogte in juni gehad. Waardoor er heel veel bloesem is verdord. Daardoor hebben we sowieso minder productie. Ik denk dat we hooguit 3000 flesjes kunnen gaan maken in plaats van 5. Maar doordat nu het najaar weer wat mooi is en toch zon en lekkere temperaturen. Want dat is ook heel belangrijk voor wijn. Denk ik dat het uiteindelijk toch nog best goed zou komen. Tot slot, wat is jouw visie op de toekomst van Nederlandse wijnen? Ik denk dat Nederlandse wijnen de toekomst hebben. Hier in Nederland, maar zelfs ook in het buitenland. En ik denk dat dat fantastisch mooi is. En zeker als je zulke initiatieven als dit hebt, dat mensen zo professioneel een wijnmakerij er neerzetten, dan denk ik dat dat echt, dat heeft toekomst. En daar wil ik in ieder geval zeker aan meewerken, want ik heb er absoluut geloof in.